de vraag is natuurlijk, worden ze, zijn ze dan bij unicorns of bij diamonds of bij de rabbits beter af? Want die leiden op voor dezelfde hoofdklasse die we nu hebben. Ja, maar ik heb ook nog een punt van jou van zoveel jaar geleden, waarbij jij, dat was geloof ik 2015, waarbij jij je ongenoegen uitte over het feit dat de meeste jeugdspelers van unicorns, altijd de beste in ieder geval, altijd bij Neptunus uitkomen. Maar dat denk ik bij mezelf, ze komen hier vandaan, daarom trainen ze hier. Dus in die zin werkt die opleiding dus wel, want anders zouden ze niet bij Neptunus spelen. Dus in die zin denk ik bij mezelf, hoeveel spelers van Skimitars gaat door naar HCW 1? HCW even linkend met Skimitars, kun je natuurlijk overal doen, maar ze zitten daar in de buurt. En denk bij mezelf, ik denk dat je juist kritischer moet zijn over de opleiding van, in dit geval misschien de Skimitars. Niet dat ik de Skimitars helemaal 100% met jou wil linken, maar dat zeg ik, als zij dit promoten, breedtesport, dan begrijp ik wel dat er van de Skimitars niet zoveel in de hoofd was. Ronald. Waar? Je moet dat promoten van de breedtesport. Ja. Ik wil zeg maar promotie van het hongbal. Proberen het hongbal weer op de kaart te krijgen. Ja. Mijn gevoel is er helemaal vanaf. Dus dat we weer van die 15.000, 16.000 spelende leden die we nu hebben, dat we er weer 30.000 van maken. Want wij willen onze jongens juist, heb ik het even over Simitas, maar dat is hier hoor, dat het wel zeggen. Onze jongens perspectief bieden dat we straks ook nog een goede hoofdklasse hebben. En ik denk, en denk ik echt, dat het alleen maar minder en minder wordt. En op een gegeven moment is het over, Ronald. En dat maak jij nog mee, ik denk niet meer, maar jij maakt dat nog mee dan, als we niks doen. Maar Wil, jullie zitten heel ver uit elkaar. Nou, maar ik ben het eigenlijk niet eens met jou, Ronald, moet ik eerlijk gelukkig zeggen. Gelukkig. Nee, maar gelukkig. Echt, want waar komt de aanwas van de topsport nou vandaan? Uit de breedtesport. Dus dan is het toch juist supergoed dat Skimitars daar zich druk om maakt. Precies, maar als jij de aanwas, je zegt het goed, dat is de zijinstroom vanuit de breedtesport op een later niveau. En je hebt ook de toplijn al vanaf de jeugd, hè? Want nou, breedtesport, je hebt niet bij b-ball topsport. Per se, breedtesport per se is niet de opleiding voor de hoofdklasse. Daar heb je spelers die op latere leeftijd pas beter worden. Die kunnen via een zijinstroom alsnog de toplijn in. Maar waar het om gaat is dat Skimitars is voor mij geen breedtesport. Dat is een topsportprogramma. Daar wordt serieus geld voor neergelegd. Dus dat is geen breedtesport. Dus ik ben het niet eens met wat jij zegt. Nou ja, maar goed, wat ik zeg. Zij moeten hun spelers uit de breedtesport halen. Wie? Skimitars of ja, wij? Ja, gewoon topsport, überhaupt. Je hebt toch niet... wij moeten, als je begint wij moeten met de spelers halen uit of de topsportopleiding. Dus het CTO, de Hongbal Academies. Of via zijinstroom door de breedtesport. Maar het belangrijkste is dat de talenten die vanuit breedtesport komen, op een gegeven moment wel de begeleiding krijgen die de toplijn krijgt. En dat zeg ik, als de toplijn, zoals Skimitars in dit geval, al aangeeft te veel tijd kwijt te zijn aan sport, dan denk ik bij mezelf, dan hou je niet aan topsport. Ja. Maar het is toch logisch, je zegt net zelf hoeveel afleidingen er tegenwoordig zijn. Ja. Dus dan is ja, maar het dat is een keuze. En de Skimitars opleiding is een keuze. Daar schrijven mensen zich voor in. Maar dan sla je ook weer de spijker op zijn kop. Want heel veel jongens stoppen dus, of meisjes, stoppen dus met honk en softbal op een bepaalde leeftijd vanwege al die afleidingen. Kijk, en het gaat niet om jou en mij, Ronald. Het gaat niet om jou. Kijk, wij nemen het allemaal heel even vanuit uitpraten. Skimitars, want ja, maar die Ronald, schrijven laten we nou heel even uitpraten, alsjeblieft. Het gaat niet om jou en mij. Kijk, wij zijn gek genoeg om 8 dagen per week op dat veld te staan, toch? Maar het gaat om die mensen die stoppen. En daar gaat ook best wel veel kwaliteit verloren. Ja. Er zijn de afgelopen jaren jongens gestopt in de hoofdklasse. Waarvan ik denk, ja, die zijn 3 keer zo goed als ik ben. Ja, nou, dat is het enige waar ik het mee eens ben. Nou, dat is als fijn om te horen. Want dat zeg ik, vind je een geweldige jongen. Ik kan hoofdklasse spelen. Nee, maar je laat me weer niet uitpraten, Ronald. Nee, je laat me weer niet uitpraten. Omdat je onzin praat. Ja, maar dat is jouw mening. Nee, ik laat jou uitpraten, ik luister naar jou en ik reageer erop. Maar als je dan constant door me heen praat, dan kan ik ook niet mijn punt maken. Ga naar je punt en reageer ik erop. Nee, maar je doet een beetje kinderachtig, Ronald, vind ik eerlijk gezegd. Ja, omdat het me irriteert dat we zitten in een discussie en we praten op niveau. En dan kom je met punten die nergens op slaan. Want dat zeg ik, het moment dat jij hebt over topsport. Ik begrijp sowieso met alle respect, want het is geen persoonlijke aanval. Uh-huh. Maar jij bent een van de weinige breedtesportspelers in de hoofdklasse. Je doet het fantastisch, want je hebt goede cijfers. Elk jaar weer denk ik bij mezelf, we krijgen hem niet uit. Nee, maar goed, maar jij neemt gewoon een paar weekenden vrij als jij met jouw
team bij de Battle of the Castle gaat spelen. Precies. Een topsporter doet dat niet, want die heeft een verplichting in de hoofdklasse. Dus ga jezelf niet vergelijken met een hoofdklassespeler die topsport bedrijft. Want jij zegt daarvan af, of als jij, ga je ook op vakantie tijdens het seizoen? Ronald, ik ben het 100% met je eens. Nou, ik zeg dat altijd dat ik topsporter ben met een B, want het is namelijk erg toppen. Ik heb namelijk gewoon een baan van 38 uur. Ja, ik ook. Ik werk 40 uur, dus ik werk nog 2 uur in de week extra. Hard moet werken. Ik heb geen tijd om inderdaad in een sportschool te zitten. Natuurlijk doe ik helemaal geen topsport. Ik speel op topsportniveau. Nee, maar je praat maar wel namens topsport, ik toch? Ben geen... Nu of niet? Of praat je namens jezelf? Ik praat gewoon namens honkbal. Breedtesport honkbal? Nee, of top honkbal? Ja, maar dat is honkbal, dat is top en breedtesport voor mij, Ronald. Het een kan in mijn optiek niet zonder het andere. En als dat kan, dan is altijd de breedtesport die zou kunnen. Maar daarom was jij ook de ideale persoon voor Wil, om het manifest na te kijken en op te schieten. Want jij koppelt net als Wil top en breedtesport aan elkaar. Terwijl bij mij blijft dat juist... Ja. Ik wil dan hier dan eventjes de break doen, want jullie zitten wat dat betreft redelijk ver uit elkaar. Ja. En volgens mij is het zo dat jouw insteek is, je moet zo goed mogelijk proberen te presteren met zulke zo goed mogelijke spelers. Daarvoor moet je heel veel trainen en heel veel spelen. Ja. Dat is natuurlijk waar. Als je heel veel traint en heel veel speelt, word je uiteindelijk beter. En dan ga je uiteindelijk op een hoog niveau uit kunnen komen. En dan kan je jongens opleiden die het Nederlands team spelen. Ook als er andere jongens van Curaçao en Aruba ook een heel hoog niveau hebben. Dat is allemaal waar. De vraag alleen is, en daar is waar Wil zich ook mee bezighoudt. Op het moment dat je inderdaad niet 8, niet 6, nu misschien 4, maar straks misschien maar 2 teams hebt die voldoende spelers hebben die op dat hoge niveau kunnen spelen en trainen en al die tijd erin steken, heb je dan uiteindelijk niet een pyrrhusoverwinning waarvan je denkt, ja, deze 50 jongens die zijn echt fantastisch, maar spelen alleen maar tegen elkaar. En dan is het ook weg. Nou, dat is een beetje het probleem. Wil heeft in zijn manifest gezet dat hij het aantal profs aan banden wilde leggen per team. Terwijl ik juist zou zeggen, als je dus de kwaliteit mist, mag je juist blij zijn als allerlei profs, ex-profs, buitenlandse spelers zich aansluiten bij deze competitie, zodat je misschien weer kan naar 10 of 12 teams. Maar ik denk dat Wil dat ook wil. Alleen Wil ervoor zorgen dat niet die 20 profs bij 2 teams zitten. Die zou heel fijn vinden als er straks 20 profs zijn, als die op 18 zitten. Ja. En als er straks nog meer profs naar Nederland willen komen, uit Italië of inderdaad uit Amerika of van uit het Caribisch gebied. En er zijn straks 50 of 60 jongens die er in Nederland van kunnen leven. Ik denk niet dat Wil tegen is. Ik denk dat hij alleen maar van competitief moet het zijn. En als het competitief is en we kunnen het betalen, moeten we het doen. Ja. Dat is ook weer interessant, hè? Want het gaat dus eigenlijk om geld. Ja. We hadden het net over de koppeling breedtesport-topsport. Geld voor de topsport komt in mijn optiek uit de breedtesport. Dat komt van al die jongetjes en meisjes en die mensen die voor hun plezier softballen en naar top of honkballen en naar de topsport komen kijken. Hè? Dan kan je zeggen dat geld is topsportgeld. Zo zou het moeten zijn. Ja. Als de stadions vol zitten, zou dat het scenario moeten zijn. En dan hebben we dus over ledenwerving. Maar uit de breedtesport wat nu in de hoofdklasse rondwarrelt. Ja, misschien bij een of andere club die de boeken wel eens door elkaar haalt. Nee, maar nogmaals, eentjes aan elkaar te knopen. Kijk, maar dat is dat financiële wanbeleid waar we het net over hadden. Maar het het publiek dat komt kijken naar topsport, dat publiek dat is breedtesport. Dat bestaat uit breedtesporters. Dan hebben we nog minder leden dan we dachten. Ja, maar zo is het toch, Ronald? Ja. Want ik kan namelijk niet naar de Pudus komen kijken als ik tegen Paris moet spelen. Nee. Dus een topsporter gaat niet naar een topsporter kijken. Dus daarom is die koppeling breedtesport is echt belangrijk. Het mooiste voorbeeld is vorig jaar, corona. Tijd. Ja, we hebben allemaal 3 maanden na de opbouw hebben stilgestaan. Ja. Mensen mochten weer naar buiten. Er was eindelijk weer iets te doen. Mm-hmm. En we hadden hier 1500 man bij het eerste weekend. En er was nog paniek, want dat mocht allemaal niet en dit en dat. En toen hebben ze daarna alles afgeplakt. Ja? Was ook niet van tevoren aangekondigd. Ja? Maar mensen wilden naar buiten. Ja. Die waren binnen zat zitten. Dat is het mooie voorbeeld van... Zomaar een competitiewedstrijd. Waar is dat bijvoorbeeld van? Dat mensen dus de alternatieven zat zijn, waardoor ze weer een keer naar buiten willen. Maar als jij
overal uit kan kiezen. Elke sport kan je doen. Je dochter, de ene keer wil ze dansen, de andere keer wil ze softballen, de andere keer wil ze schaatsen. Ja? Maar uiteindelijk, als ze ergens anders een keer op uitgekeken zijn, dan komen ze vanzelf weer een keer bij het oude vertrouwen. Of het nou voetbal is, of dit en dat. Ik bedoel, sinds mijn vader een abonnement had op dat voetbal, dat je alle wedstrijden live kon zien, kijk ik geen NOS Studio Sport meer. Wil dat zeggen dat zij minder kijkers hebben omdat het niet meer interessant is? Nee, er is een ander alternatief voor gekomen, waardoor ik niet meer naar de Studio Sport samenvatting hoef te kijken. Dus jouw oplossing voor de ledenaantal is gewoon wachten tot de andere alternatieven minder worden? Nee, maar dat vraag ik aan jou. Want dat is wat. Ik heb geen oplossing in je verhaal. Dat is ik heb wel een oplossing, maar daar zijn we nog niet. Dat is wel heel kort door de bocht. Ik wil even voorstellen om de hoofdklas even te parkeren nu. Want daar zit denk ik heel veel verschil van inzichten in. En dat vond ik het sterke van het 30-punten plan, is dat het over de hele linie ideeën en punten heeft. En uiteindelijk is hoofdklasse een onderdeel daarvan. En ik denk dat we misschien nu even een stapje lager naar de breedtesport kunnen. En dan hebben we, denk ik, eventjes, is denk ik goed om even te kijken naar veranderen van regels. Als een manier om korter te spelen, om het sneller te spelen, om het interessanter te maken. Ja. Ik heb daar wel een mening over, maar... Ik heb geprobeerd geen regels te veranderen. Steeds nog in mijn achterhoofd van, je zou de week daarna meteen aan een Europa Cup mee moeten kunnen doen. Hè? Dat je niet denkt, oh, we slaan nu met aluminium en dat mag daar niet, dan heb ik een probleem. Hè? Want ik sla nooit met hout. Ja, nou, dus dat is de hoofdklasse, hè? Die hebben we geparkeerd. Ja, ja. Okay. Maar dus geprobeerd om te zeggen, nou, we gaan niet de regels veranderen, want ik ken er nog wel een paar. We hadden het net over de afstand bij softball, pitching. Nou, wat dat mij betreft, gooi er meteen 3-4 meter bij. En dan krijg je een heel ander spel. Nee. En waarschijnlijk, in mijn ogen, veel aantrekkelijker. Maar goed, dat zal... Ik weet niet of je de laatste uitslagen hebt gezien, maar er wordt nogal veel gescoord. Ja, oké. Okay. Dus die ben niet helemaal bij de tijd. Op internationaal niveau, hè? Ik heb het ook vooral geschreven vanuit het honkbal en niet vanuit het softbal. Oké, okay. Maar dan je maakt hem. Overigens is de ledendaling bij softbal vele malen hoger dan bij honkbal. Ja, dat is... Maar goed, dan wil ik meer diepgang zien over welke leeftijden dat zijn. Ja, oké. Okay. En welke regio's dat zijn. Niet de vraag was... De regels veranderen. Ik heb geprobeerd om eigenlijk geen regels te veranderen. Maar dan denk ik, nou, kunnen we binnen de bestaande regelgeving dingen doen? Nou, een van de dingen is bijvoorbeeld dat je snel gaat spelen met z'n allen, hè, zonder regels. Dat je dan beloond wordt als dat lukt. En als het niet lukt, dan heb je 2 punten bij winst. En als het wel lukt, dan heb je 3 punten bij winst. En nog een groot voordeel, als je verliest, heb je ook nog een punt. Maar wel binnen een bepaalde tijd heb je die wedstrijd gescoord of gemaakt. En dan denk ik dat het de moeite van het proberen waard is, laat ik het zo zeggen. Dus ik weet niet of dit uiteindelijk de oplossing is, maar dat het de moeite van het proberen waard is. En dat heb ik gewoon afgekeken wat ze bij hockey doen, al 20, 30, 40 jaar. Die gooien er van allerlei dingetjes tussendoor en na een tijdje zeggen ze, nou, dit bevalt ons niet zo goed. Maar buitenspel is al jaren afgeschaft. De bal in rollen of zo was het, al jaren afgeschaft. Zelf een vrije slag maken. Je hoeft niet meer stil te liggen, nee, je mag gewoon en doorgaan. Dat testen ze dan eerst en dan soms dan doen ze denken, nou, dat is toch niet helemaal goed gelukt, dus dan gooien ze het weer overboord. Maar een groot aantal dingen zijn wel gebleven. En dat hockey, dat is een van de dingen, een van de aspecten waardoor ze dus toch, denk ik, aantrekkelijk zijn. Nou, ik heb nog wel een ander argument hoor, maar dit is denk ik één van de argumenten. En begint dat dan bij het belonen van teams op deze manier, als ze snel spelen? Of begint dat bij het trainen, de trainingsvormen die gekozen worden, de coaches die erop aangesproken worden, de scheidsrechters die uiteindelijk toch ook een rol hebben in het,
in het versneld laten beginnen van de, van de volgende slagbeurt. Ja, een deel, mooi voorbeeld is Ronald. We hadden ooit een aftelklok, heette dat. En, jou bekend. En dan was dat 90 seconden. En na 90 seconden moest die inning begonnen zijn. En wat gebeurde er? Scheidsrechters stonden te wachten tot 90 seconden om waren. Ik dacht, ai, dat is niet goed. Dus die aftelklok die werkte eigenlijk averechts. In die situatie. Maar het idee om zeg maar binnen 90, dat is op zich een prima idee, dat vind ik nog steeds. Maar alleen met die klok werkte dat niet. Want die scheidsrechters dachten, oh, dus ze konden nog even om zich heen kijken en nog even. Ja, ik begrijp het wel. Omdat we hadden niet goed uitgelegd aan die scheidsrechters dat het maximum was. Ja. En niet de tijd ervoor. Het probleem is in Amerika eigenlijk een beetje hetzelfde, alleen daar hebben ze dan die tv-reclames en ja, dan moeten ze die tijd gewoon... Weet je wat ik moeilijk vind? We hebben bij de softball op topniveau nogal wat van dat soort aanpassingen gehad. Hè? Je moet met één voet in de box blijven staan. Op WK's hebben we ook af en toe klokken van pitchers gehad. Uiteindelijk is er geen winst in tijd behaald. Dat vond ik opmerkelijk. Want de meeste tijd wordt gedurende de inning bepaald en niet tussen de inning door. Dat zijn gewoon de rallies. De rallies duren veel langer dan die 90 seconden tussen de innings. Ja, maar dat klopt allemaal. Dus, wat Wil dus in het begin zei... Waar hij naartoe wil. Wat Wil in het begin zei, is hij wil niet straffen. Hè, want alles wat ik hier hoor is straffen. Hij wil belonen. En daarom komt hij met creatieve regels. Hè, want... Het spelletje kunnen we niet veranderen. Dat gebeurt in Amerika en dat druppelt naar ons toe. En Wil heeft geprobeerd om het spelletje heen manieren te verzinnen om snel spelen te belonen. Ja, maar bied dan een ander, wat mij betreft, een ander spelaanbod aan. Mm. En dat zie je bij het cricket. Mm. Ja, waar je natuurlijk een hele weekendwedstrijden had en je hebt nu de verkorte wedstrijden. Dat is gewoon een andere spelvorm. Dan verander je niks aan de basis van je spelvorm. Dat is een andere spelvorm. En wat Wil dan, als jij zegt andere spelvorm, dat is een andere spelvorm. Maar Wil zegt bijvoorbeeld ook, als een van zijn plannen, dat eigenlijk niks met de wedstrijd te maken heeft, maar met de voorbereiding van de wedstrijd. Zorgt ervoor dat dat niet meer anderhalf uur is. En eigenlijk gewoon een hele, alles wat je op een training doet, doe je dan ook nog eens een keertje voor de wedstrijd. En dan begin je de wedstrijd pas. Pak een half uur. En ga vervolgens dan de wedstrijd spelen. Dat heeft eigenlijk een beetje hetzelfde gevolg als een tweedaagse wedstrijd terugbrengen naar 6 uur. Hebben we het dan nog steeds over puur breedtesport of in zijn algemeenheid? Nee, dit is... Ja, okay. Ik kan me heel goed voorstellen dat jij eventjes inhoudt hier inderdaad. Want dat is gewoon echt een verschil van inzicht. Want dat is meer trainen, meer... Nou ja, daar hebben we het net denk ik uitgebreid over gehad. Op het moment dat je nu dus compacter gaat spelen... En misschien bij het softbal niet meer dubbels gaat spelen, maar enkels gaat spelen. Waardoor je gewoon niet meer de dag kwijt bent. Ja, dat is alleen de topcompetities zijn dubbels en dat is een keuze. Ja. En de rest is gewoon enkels. Dat is geen keuze. Dat is een verkeerde keuze. Het is een keuze of niet? Het is een keuze waar ik mijn teams wil inschrijven. Ja, maar dat vind jij. Maar het is een keuze. Ja, maar dat is het echt. Want ik praat nu even over de periode van Anouk Mels en Madelon Beek. Jezus, dat was niet eens geboren. Heel lang geleden, toen was jij nog niet geboren, dat klopt. Toen werd HGW 10 jaar op rij landskampioen. En Europese succes. En Europese titels, de een na de andere. Maar we hadden op dat moment een groep meiden, die stonden de hele dag en nacht op het veld. En die hadden ook nog supertalent ook nog een paar. Want ik heb nog overwogen om die ene dame in het buitenveld van het hongelteam te zetten, maar ik kreeg die voor elkaar. Vond ik jammer, want ik had Anouk Mels graag een keer een honkslag willen zien slaan op een gerenommeerde pitcher. Dat kon ze op dat moment, dat weet ik 100% zeker. Je kan in de breedte sport. Dan kunnen ze een mix spelen. Nee, ik had het over de hoofdklasse. Ze haalt het in de hoofdklasse. Ja, maar ik bedoel, dat kunnen ze in de breedte sport. Dan kan je dat mixen. Maar goed, dat eventjes... Maar zelfs in die periode al zijn er meiden... Godverdomme, die twee wedstrijden, ik baal ze stekker. En het publiek liep ook weg, de tweede wedstrijd. Die zaten meestal maar in één wedstrijdje. Nou, dat is niet mijn... En dan kreeg je het verhaal, maar dat reizen, als we dan toch moeten reizen, willen we wat langer spelen. Dat is natuurlijk een kul argument. Ik zit nu 5 jaar in de hoofdklasse en ik heb het argument geen één keer gehoord. Dus ik denk dat de tijden ook wel positief veranderd zijn. Dat denk ik wel. En dan kan je er makkelijk mee stoppen.
Dat denk ik wel. Ik zou het experiment wel aandurven om... Maar de behoefte is er niet bij de spelers. Maar jij zei zelf, de leeftijd wordt elk jaar jonger. Ja. Absoluut, dus moet je goed gaan kijken welke meiden... Dus kennelijk stoppen nee, wacht, de meiden vroeg. Nee, maar wacht even, we hebben het nu over topsport en wetensport weer. Nee, wacht, laat mij nou ook even uitpraten. Want de meiden die voor wetensport gaan, hetzelfde als bij de jongens, dat is een keuze. Als jij niet meer zoveel wil over hebben voor de topsport, dan is daar een wetensport voor als je dat wil. Dat is prima. Als jij echt voor die top wil gaan, dan moet je dubbel spelen om zoveel mogelijk speelmomenten te krijgen. Om beter te worden. Nou, ik denk dat wij voor als mij is dat helemaal niet noodzakelijk. Nou ja, dan moet je dat van een paar coaches aannemen die wel wat prijs hebben gewonnen, Wil. Dat is echt nodig. Nee, maar Wil gelooft wel dat als je dat op dat niveau, op dat hele hoge spelniveau wil spelen. Nou, volgens mij is het dus niet. Nee, maar. Het hoogste niveau is wat je in Nederland als hoogste niveau hebt. Ik bedoel, als je wilt vergelijken met internationaal, heb jij gelijk. Op het moment dat je heel veel spelers hebt die op een kwalitatief lager niveau speelt, en maar één keer in de één wedstrijd in de week, dan kan je nog een hele aantrekkelijke competitie hebben. Helemaal mee eens. Met mensen die misschien kwalitatief iets minder uit de voeten kunnen internationaal. Maar daar zit dat is een beetje een discussie. Maar ook in breedtesport heb je eigenlijk weer twee soorten. Je hebt namelijk de bezigheidstherapie. Mensen die het leuk vinden om chronisch te doen. Net als dat slowpit softbal of familietoernooitjes. Waar je ook een topsoort in hebt. Tuurlijk. Maar dat hoeven niet altijd oud spelers of speelsters te zijn die dat doen. Gewoon liefhebbers. Ja, maar die spelen natuurlijk op een hele ander niveau. Maar als we het hebben over breedtesport... De jeugdspelers die misschien nog in ontwikkeling zijn, maar door het hek staan te turen naar een Diego Markwell of vroeger zoals ik naar Marcel Joost keek en Clive Mendes. Dat is denk ik het gemis nu. Dat, ik bedoel, vraag mij niet hoeveel speelsers, of qua naam, van noem 5 speelsers in de hoofdklasse softbal. Want ik zou het niet, ik ken er een paar toevallig, maar... daarna houdt het ook op. En hetzelfde geldt, denk ik, Wil, als ik jou vraag, geef mij 5 namen in de hoofdklasse. Ja, dan noem je misschien internationals op, maar de rest weet je niet. Nee. Dus die affiniteit is er gewoon minder. Die betrokkenheid is er veel minder. En ik weet nog, toen ik jeugdspeler was, dat wij bleven na een wedstrijd, 's morgens vroeg om 10 uur pupille 1, bleven wij hangen om maar het eerste te kijken. Tegenwoordig wordt de hoofdklasse in tijd aangepast op het speelschema van de jeugd. Ja. Ik bedoel, het is totaal veranderd. Dus er zijn wel degelijk geprobeerd aanpassingen te maken om het breedtesport geïnteresseerd te maken in de sport. Maar ik denk dat het belangrijkste is dat een coach, een begeleiding van een speler, dat veel belangrijker is om die mensen enthousiast te houden voor dat spelletje. Je hebt ook coaches die willen alleen maar winnen. Als jij bijvoorbeeld pupille 3 coacht, en jij zet elke keer je beste werpen op de heuvel en de rest mag niet meedoen. Ja, dan zeg ik wel, het grootste gedeelte van dit heb je helemaal gelijk. Maar als de begeleiding van die teams op orde is, weet ik dat elke speler enthousiast wordt van dit spelletje. Want net zo goed dat wij enthousiast zijn, het is een prachtige sport. Maar je moet de sport niet wijzigen, je moet de aanpak wijzigen. Je gaat niet een sport, de regels die al 200 jaar bestaan, die ga je niet wijzigen omdat wij denken dat mensen 10 minuten eerder thuis moeten zijn, anders wordt eten koud. Ronald, alles in de wereld verandert. Alles. Ja, maar niet de regels van het honkbal. Nee, dat is een van de dingen die niet veranderen, dat klopt. Nee. Maar je kan het zo gek niet noemen of dingen veranderen. Ja, ik kan je ogen sluiten en zeggen, nou, het is allemaal nog zoals, we houden het gewoon bij het oude. Maar zelfs vanuit MLB krijgen nu signalen dat ze toch wel wat dingen gaan aanpassen. Vind ik een beetje zeuren over de bal en of die in de koelkast moet en zo. En dan nog om te veel hoog. Ja, maar MLB kan je niet vergelijken. Want ten eerste, MLB is natuurlijk een product. Hè? En daarbij hebben zij het zelf verpest, omdat zij het product hebben gewijzigd. En nu moeten terugdraaien. Ze zijn met een hardere bal gaan spelen, zodat er meer homeruns kwamen. Maar dat is best, waardoor het spel wat aangepast. Zullen die even parkeren? Ja. Dat is best een ingewikkeld probleem waar ze daar maar over gaan nadenken en praten.
Eén ding wat net door Ronald gezegd werd, de begeleiding. Die was in de, toen wij in de jeugd waren, vaak niet zo best. Inmiddels zien we toch wel wat betere coaches die beter opgeleid zijn. Ik weet dat bijvoorbeeld bij het hockeyen, om maar eens even een teamsport te noemen die wel succesvol is op dit moment, weet ik dat de trainingen eigenlijk verzorgd worden door een groep, vaak ook jeugdspelers die op een hoog niveau spelen, die allemaal een hoog niveau training kunnen geven. Ook betaald overigens. Ook betaald, ja. Opgebracht uiteindelijk door alle leden zelf. Die zitten natuurlijk ook met, inmiddels denk ik, 10 keer zo groot of 15 keer zo groot als de Nederlandse, Nederlandse Honkbalbond, het aantal leden. Op het moment dat ze, ik zie hier ad hoc coaches bepalen bij de wedstrijd opzetten wil, die bij de pupillen en b-ball, een van jouw punten, waar dus er uiteindelijk blijkt dat er op dit moment verschillend gedacht wordt over hoe er gespeeld moet worden, hoe er getraind moet worden. Het voorbeeld dat jij net geeft, Ronald, dat er inderdaad coaches zijn, ook in de jeugd, en we hebben het bij HCW ook gezien, die per se wilden winnen, altijd dezelfde jongen lieten gooien. En dat was nog niet zo erg, maar ook altijd hetzelfde jongetje tot aan een kwartier voor tijd op de bank zetten en vervolgens weer in het recht zat en nog één slagbeurt. Dat jongetje, dat hongert niet meer. Nee, dus ik denk dat wat dat betreft voor de jeugd een andere aanpak kunnen kiezen. Je moet natuurlijk ook niet vergeten dat heel veel coaches in de jeugd zijn vaak ouders. Ja. Ze hebben over het algemeen geen oudspelers van het eerste die zeggen ook ga de jeugd doen. Maar wat wij bijvoorbeeld hier bij Neptunus doen, is wij verplichten de spelers. Verplicht is het een negatief woord, maar om even aan te geven dat het vanuit de club geëist wordt, dat de spelers minstens 2 keer per jaar een jeugdtraining komen bezoeken en gewoon meedoen, zeg maar. Alleen, je wil dat natuurlijk wekelijks kunnen doen. Er zijn wat dat betreft, denk ik, helaas te weinig spelers vanuit het verleden die nog betrokken zijn bij het spelletje. Het zijn vaak dezelfde die we altijd terugzien. En voor de rest zijn het ouders. Maar die ouders doen ook alleen maar datgene wat zij denken wat goed is. En niet zozeer wat goed is voor het kind om het te stimuleren om te blijven honkballen. Er moet vanuit de bond, vind ik, veel betere begeleiding komen richting clubs. Om juist die ouders, want ik ben het helemaal met je eens, Ronald. Het grootste gedeelte van jeugdtrainers is op dit moment ouders. Zeker bij de breedte sporten, even los van die topsportscholen. Dan moet veel beter begeleid worden. Die moeten echt een veel betere opleiding krijgen. En in mijn optiek moet dat ook heel weinig tot helemaal niks kosten. Want het is supergoed wat Neptunus doet. Maar 2 keer in het jaar zo'n training van een speler, dat is leuk voor de jeugd. Maar voor die trainer, die staat de dag daarna weer zelf. En, dus ik vind dat daar veel meer die focus moet komen. En dat vind ik eigenlijk... Klopt, maar dat is alleen niet vanuit de bond. Want ik vind, er wordt wel heel vaak... Ik ben ook heel kritisch naar de bond over punten. Maar ik vind dat niet... Dit soort dingen hoeven niet allemaal vanuit de bond te komen. Ik vind dat club zelf als eerste de taak hebben om te zorgen voor hun eigen leden, hun eigen aanbod en product wat ze kunnen leveren. Nou, dat ben ik helemaal met je eens. En datzelfde geldt met financiën. We zijn het op dit punt allemaal heel erg eens. We zeggen eigenlijk, de trainingen moeten professioneel gebeuren. Dat zeggen we. Hè? En dat heb ik ook zo opgeschreven op een gegeven moment. Dat kleine beetje geld wat je hebt als club, steek dat nou in je jeugdtraining. En separeer dat van de wedstrijdbegeleiding. Ik noem het dan geen coaching, maar wedstrijdbegeleiding. Zodat ze in ieder geval een goede training krijgt. Want dat is wel een van de echte knelpunten. Maar daar waren we het bijna eens, want dat zei ik niet. Ik zei dat ik vond dat de trainingen die moeten gestimuleerd worden. De spelers moeten gestimuleerd worden om te spelen. Als we praten over goede trainingen, dan krijg je die trainingen waar ik altijd een hekel aan had. En dat is dat je heel veel op techniek moet werken, heel veel op conditie en op spelinzicht. En dat is nou juist het minst leuke aan deze spel, aan het honkbal en het softbal. Dus dat wil juist zeggen, als we praten over kwalitatieve trainingen, dan praat je over topsport, toplijn. Die zijn saai, begrijp ik.
100%. Je moet de basis. Maar die zijn noodzakelijk. Ja. Het voetbal bij Ajax, bij de jeugd, dat is niet rondspelen. Dat is ook allemaal op techniek en systemen. Nee, maar daar is ook nog echt wel een middenweg. Volgens mij staat er op de site van Breedtesport moet je mensen stimuleren. Op de site van de bond staan heel veel...